Alexander van der Weerde, eigenaar van Shea Alexander. Jullie doen dit jaar voor de tweede keer mee met de Koffie Top 100. Kun je uitleggen waarom jullie meedoen? Wij doen mee omdat we het echt leuk vinden om ons op de kaart te zetten als toch een koffie een speciaal product is. Wij staan voor service en kwaliteit. En juist met koffie en voornamelijk wijn en koffie kun je laten zien van wie je bent. Het is een soort visitekaartje. En nu doe je voor het tweede jaar mee. Vorig jaar plek 93. Wanneer ben je tevreden? Ik ben eigenlijk met elke plek in de top 100 al tevreden. Meer omdat nadat het een gigantisch veel horecazaken in Nederland zijn. Maar het leukste zou het wel zijn als ik onder de 50 zou eindigen. Wij zijn hier niet zomaar gekomen natuurlijk. De ranglijst wordt bekendgemaakt op het evenement in september. Maar er zijn er wel categorieprijzen bekendgemaakt en jullie hebben er ook één gewonnen. Heb je enig idee wat jullie zouden kunnen hebben winnen? Misschien iets met snelst groeiende of zo. Die categorie. Ik heb hier een oorkonde voor je. En je mag hem aannemen. En dan mag jij kijken wat het is geworden. Snelste stijger. Ja, super. Helemaal super. Ja, en dat is eigenlijk waar ik heel stiekem ook toch wel op gehoopt had. En daar doe je het eigenlijk voor. Nu gaan we dit filmpje op onze site zetten. En ook op de uitreiking zelf zal die bekendgemaakt worden. En dan weet je ook op welke plek je staat, want dat houden we nu nog eventjes voor ons. Dan is het wel leuk als je nog even een prognose geeft van wat jij denkt op welke plek jullie zijn geëindigd dit jaar. Ja, wat ik eigenlijk al aangaf, ik zou het niet precies weten, maar ik hoop onder de 50. Dat we in de top 50 zitten. Durf je een getal te noemen? 42.